Kom jongens, we blijven doen. 1 minuut over tijd. Ah, deze. Morgen, Piet. Nadiel. Ah, sorry. Kom binnen. Die keiharde muziek altijd. Elke ochtend. Ik ben net wakker. Hoppakee. Ja, oké. Okay. Is goed. Draaidag 69. Ja. Van de fik. Oeh. Ja goed, Louietje. Dat is weer een dag vol vreugde. Hé? 47 figuranten. Lekker. Het schiet lekker op. Kom. Waar vind je naar beneden komt? Dan. Hoi. Hey. Excuses. Jawel. In het begin was het toch een beetje aftasten met elkaar. Want het was toch moeilijk om een eenheid te vormen. En dat is godzijdank wel gebeurd. Heel goed zelfs. Ik ben van de generatie dat Piet Ruimer, dat was nog de Zwarte Piet. En het was toch wel een beetje gek om, ik kan het niet anders zeggen. Ik maakte ook hele flauwe grapjes in het begin de hele tijd. Hey Piet, waar is het boek? Oh, we hebben zo vreselijk veel gelachen in het begin. Echt geweldig. De eerste draaidag was zenuwslopend. Dat weet ik alleen nog maar. Zenuwslopend. Zoeken naar je rol. Allemaal nieuwe mensen om je heen. Eng. Hey, hey, hey. Hey. Hey, Piet. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja. Vrouwen. Daar gaan we doen. Ja. Ja, ja, zeg ik dan. Ja, ja, zeg ik dan. Ja, ja. Nee, trouwens, oh ja, natuurlijk is het met het alibi. Ze kan het helemaal niet gedaan hebben. Alibi. Oh, alibi, wat vind jij? Oh ja. Ja. Nee, dat tante. Zullen we even één doorlopen doen, jongens, zonder alle figuurs erbij? Ja, dat maar. Ja. Oké, okay. En actie. Wie wist niet dat je sporen van pepperspray in een tas kon terugvinden? Nee, ik ook niet. Beetje bluf. Heren, vandaag levende muziek. Een echt pigment noem ik tenminste levende muziek. We hebben het z'n allen gelapt, want tante Jansie is jarig, hè? Ja, gefeliciteerd, meid. Ja, dank u wel. Nou, tot je dienst, hè. Hey. Ik even onder me. Het wordt nu nog gezellig. Oh. Zeg maar hier maar gaan zitten. Minder aan bouw. Ja. Dat je hier wakker bent. Ja. Oké, okay. Klopt. 48 teken 1. Actie! Ik heb nooit geweten dat je sporen van pepperspray in een damestasje kan terugvinden. Nou, ik ook niet. Beetje bluf. Heren! Vandaag levende muziek. Een experiment. Dat noem ik tenminste levende muziek.
Houdoe. En stop. Helemaal goed. Nou, wat ik even zien wil, ja. Maar in ieder geval het moment dat hij zich openmaakt is helemaal top. Meer moet het niet zijn. Want dan ga je door naar Jans. En that's it. En die laat ik lachen. En... ja, het is misschien wel leuk als er dan net even iemand komt die tegenover... Nee, luister, luister wat ik wil zeggen. Dat er iemand komt die het feliciteert dat zij net opstaat het seizoentje. Ja, het is ingewikkeld, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, wat moet je zeggen dan ineens? Ja, maar ik kan het wel, hoor. Zeg. Niet in de kamer kijken. In deze kamer als je kijkt, maar die is er niet. Die is er gewoon. Ja. Vierde wand. Dat is onze vierde wand, ja. Hallo. Of het wat is. Links en rechts bij brug. Als jij dan naar beneden bent gepend, heb jij hem hier ergens oppakt, weet je. Wacht wel even tot hij lekker even op de brug is. Ja, want nu was hij net iets te snel weg. Ja, ik ben er al. Ze staan nu uit. Heel positief voor mij is dat het in Amsterdam speelt. Ik ben een Amsterdammer en dat voelt goed aan. Ik heb er nooit voor gekozen om acteur te worden. Het is geen roeping voor mij. Het was meer een soort nieuwsgierigheid. En toen ben ik daarin gerold en dat balletje is door gaan rollen. En dan zit ik er middenin. Maar het is zo leuk dat ik er nooit meer vanaf wil. Meisjes komen altijd heel erg schuw binnen. En aan het eind van de dag dan staan ze als voor eerder prostituees achter de ramen. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Ben je Spaans, hè? Ja, ik ben een Spaans. Oh, dat zie je bijna niet zo. Nee, hè? Je hebt niet eerder meegedaan, hè? Nooit gedaan, nee. Het is te hoop dat het een beetje mooi weer blijft, want je gaat erg uit de kleren. Oh. Ja, oh. Gezellig, toch? Gezellig, ja. Oké, we zien elkaar straks, meisje. Wat wij? Sorry om je weg te nemen van de dame. Dan zijn wij hier. Ik kom hier. Dat betekent dat ik mevrouw, die is er altijd. Donald en actie. Waarom? Wat doen we? Ja, nou ja, kijk, ik doe het natuurlijk in het dagelijks leven. En ik ben een meisje van dichte zee. Nee, leuk om te doen. Ik speel een uurtje. Is leuk? Een uurtje. Ik ben buitenlander, dus ik kan niet zo goed spreken.
Ja, ik vind het een beetje eng, hè? Oh. Ja. Het lijkt op net als een prostituut. Nee, echt prostituut. De vriend gaat straks kijken naar tv en hij weet het niet. Dus vandaar. Bijna tegen de ruit aan. Oh, sorry. Dus, gaat op de muziek. Ja. Wees niet bang. Ja. Laat je lichaam zien. Dat is je handelswaar. He? Je lichaam moet je verkopen. Met een smile. Kijk. Kunnen we een beetje opschuiven? Oké. Okay. Ja, maar dan ziet hij die voor die andere boer in de deur. Ja, nee, maar die zie ik. Jij mag hier komen staan. Je mag hier, ja. De mannen lopen weer langs en probeer te blijven. Ja. Gaan we het doen. Stil graag voor opname. Ik ga voor mijn take. Stilte, opname. Camera. Geluid. Actie, figuratie. Actie. Dankjewel. Ja, nee. Hè? Nou, na het werk komt hij. Opnieuw? Ik heb nog niks gehoord. Ketje? We doen het nog een keertje graag. Op het moment dat zij dus opstaan en die heen lopen, lopen ze voor langs en dan zie ik hun dus echt heel goed. Ja. En ze moeten vrolijk zijn, veel meer bewegen. Ik heb gewoon iets doen van school. Hè? Ja, maar we hebben ook niet gezegd wat makkelijk is. Gewoon zo. Weet ik veel. Nee, maar gewoon meer bewegen en niet zo ongelukkig eruit zien. Ja, oké. Okay. Oké, achtergrond, dames. Heel erg lekker bewegen. Goed. Smile. Lekker gaan, lekker sexy. Gezellig. Stilte, opname. Alles uit de kast. Met kapotgeslagen vingers, zeker. Even kijken of ze te liegen. Gaan we doen? En stop! Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, het is één. Het is terribly hot. Erg warm binnen. Blijf in de buurt hier. Ik zweet heel erg, ja. Het is een beetje zuurstofloos binnen. Dus wat gaan we doen? Even een hapje zuurstof nemen. Binnen de Jordaan in Amsterdam. Heerlijk. Trek in een pilsje. Goedemorgen, Puppy Brigade. Jullie opdracht is ervoor te zorgen dat iedereen weet dat Page Plus fluweelzacht aanvoelt. Zoals jullie kunnen zien is Page Plus zo zacht dat het aanvoelt als fluweel. Dus zeg het voort, Puppy Brigade. Onthoud dat Page Plus sterk, soepel en fluweelzacht is. I can't resist. I can't resist temptation. I can touch it. Is it bad to get what you want? Life isn't black and white. It's gold. J'adore. A new fragrance from Christian Dior. Puppy Brigade. Puppy Brigade? Ja, Page heeft nu een heel sterk aanbod. Lego voor een zacht prijsje. Dus spaar nu met Page voor Lego. Eén ding is zeker. Billetjes zijn tegenwoordig een stuk gezonder.
omdat nieuwe Huggies nu superademend zijn. Ze laten bijna 2 keer zoveel lucht door. Zo blijven billetjes natuurlijk droog. Droger dan in elke andere luier. En Huggies zijn de eerste luiers waarvan klinisch is bewezen dat ze luieruitslag helpen voorkomen. Neem dat maar van deze dokters aan. Huggies, gezonde billetjes, blije baby's. De Heilige Koe is en blijft het jongste autoblad van Nederland. Koop hem deze maand voor de belachelijke prijs van 2,50 gulden. Tijd voor vis, gratis. Vind je dat nou nog? Heel veel kwaliteit. Samen op één en dezelfde plek. Met hele lage prijzen. Bij ANP Supermarkten en Hypermarkten. Deze week Hertog Roomijs, hele liter, nu voor maar 3,49. Goedemorgen. Begin je dag in sprankelend schone kleren. Nieuwe Ariel bruistabletten, want die barsten van de energie en verwijderen niet alleen oppervlakkig vuil, maar bruisen ook door het wasgoed heen. Dus puur plezier. Sprankelend schoon, sprankelend begin. Nieuwe Ariel bruistabletten, barstens vol energie. Wilt u een kopje koffie? Ja. Hoi Freddy, ik ben Wanda, ook vrijgezel. En mannen met macht vind ik heel opwindend. Dag Fred, ik ben Christine. Ik hou van hobby's, puzzelen en misschien ben jij wel het laatste stukje. Hi Fred, de buurvrouw. Fladdrol. Nou, ik heb erg gelachen op die video van je. Ik hoop dat Beppe je kinderen dat ook doen. Dag Fred. Oh, dat was lekker. Ja, dat is zeker lekker. Dat is Yes, het cadeautje voor bij de koffie. Voor uw kinderen wilt u altijd het beste. Een goede opvoeding en een goede hygiëne. Ook wanneer u er niet altijd bij kunt zijn. Vooral waar eten wordt bereid is hygiëne erg belangrijk. Blauwe Drift met hygiënische bestanddelen helpt te voorkomen dat onhygiënische restjes via de spons worden verspreid, terwijl het even krachtig ontvet als uw vertrouwde Drift. Met Blauwe Drift is hygiëne in goede handen en dat geeft u een gerust gevoel. Blauwe Drift voor extra hygiëne. Krachtig tegen restjes, krachtig tegen vet. Jeroen Pauw met een kwestie van kiezen. Zondag om 11 uur. Spelen, je wil, dat houdt nooit op. Je wil gewoon, ja, lekker spelen. En dat kan ik dus met het baantje. Ik kan mijn baantje echt uitleven. En het prettige is dat het een half jaar is. En dan kan ik weer een halfjaartje eventjes uitsudderen. Wat ik erg leuk vind, is dat we alles op locatie draaien. Dat je niet heel de dag in de studio zit. Ik bedoel, ik kom op de gekste plekken. Ik ben ook al in de leeuwenkuil van Artis geweest. Is aan mij allemaal erg besteed, dat soort dingen. Nou, hierna hebben we de schimmie weggelaten. Tien voor twee.
Ja. Maar we hebben elkaar, Marjan. Ja, we hebben heel veel steun aan elkaar, hè, Hans? Altijd. Altijd. Ja. Ben je nog? Ja. Yes. Ja? Yes. Let's go. André, weer aan de gaten. Klaar, loop. En... camera aan doen. Take 1. Esther. En... actie, Willem! We waren hier om 11:30 en het is nu een uurtje of twee. Ze gaan nog eten ook, dus... Nou, het zal een uur of drie worden voordat ze beginnen. Ja, dus ik denk dat we om een uurtje of zes weg zijn. Maar ja, we zien het wel. Het is gezellig. We hebben de kok gesproken, dus dat was wel leuk. We zijn met hem op de foto geweest. Hey, ik zit in elke scène. Dus in elke dag ben ik aanwezig 10 uur. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat is zwaar. En ik heb zo'n 6-7 pagina's tekst per dag die eruit moeten rollen. En liefst niet eruit moeten rollen, maar gewoon gespeeld moeten worden. Zodat jij denkt van, oh, dit bedenkt hij maar net. Dus er moet wel iets mee gedaan worden. Het is ontzettend leuk om met een groot succes te zitten. Dat is, al is mijn aandeel daarin vrij gering, dat is heel prettig. Dat het geen routine wordt, daar moet je voor oppassen. Een kleine rol spelen is vergt een bepaalde concentratie die ik niet altijd kan opbrengen. Ja. Nou, nou krijgen we Martin, we slapen ook. Kom net uit dit. Zoiets als een slaapoog, nu is het helemaal rood. Goedemorgen. Ik heb de regen meegebracht. Vanuit mij een bedje. Het is wel expansion. Ja? Ik had gedroomd dat zij het kampioen werd. Toen werd wakker, toen was ik zo. Hij is de enige fijne tussen alle Ajax hier. Ik krijg helemaal rode ogen van Lia. Kijk dan. Deze hadden mij gevraagd voor, ja, voor die vrouw, want ze zei dat ze gaan bestieren. Punten tegen elkaar. Ja, punten tegen elkaar. Ja, ja, bijna wel. Ja. Dan ga ik op de reis van Amsterdam. Dan. Wachten. Uren. Uren wachten. Dat is het dan. Wat gebeurt daar? Hé jongens, allemaal op de set. Bloed, hartstikke leuk. Sensatie. Hier op het level en. Repetitie en. Actie. Je kent elkaar zo goed ondertussen dat ja. Je moet ook wel van elkaar gaan houden, natuurlijk, na 5 jaar, anders was het te lang opgehouden. Wat het een beetje met zich meebrengt, is dat ik merk aan mezelf dat ik me soms wat jongensachtiger gedraag dan dat ik
eigenlijk zou willen. Dat ik een beetje zo een van de jongens word met hun. Ik mopper, zeggen ze. Maar dat is ook een houding. Baantje betekent nogal wat. Dan moet mensen ook niet aankomen. Het is bijna een persoonlijk iets geworden. Het is een heel erg privé moment dit, hè? Make-up voor de combinatie was. Make-up is niet leuk en make-up worden echt gefilmd worden is helemaal niet leuk. Maar het is geloof ik bijna afgelopen. Hoop ik. Het is nu 4:15. Dat is altijd de tijd. Dat is altijd de tijd. De tijd gaat zo direct echt heel erg dringen. Worden mensen kribbig, het wordt laat en zo. We zijn al moe natuurlijk. Dus dan worden mensen heel erg kribbig. Kunnen niet meer normaal praten. En de stress die wordt hoger en het moet er allemaal op. Want we hebben maar zoveel uren per dag. Dus... Houd stil. Als iemand van jullie met haar mee kan. Nou, laat mij maar. Er is iets gezien. Het zal niet de eerste keer zijn dat een getuige bezoek krijgt in het ziekenhuis. Wil ik bewaking regelen?